natuurlijk heel moeilijk om te zeggen ik wil influencer zijn als baan. Oh, dat is zo weer iets voor mij om een mobiel op het dak te laten liggen. Ik vind dat zo lekker om te schrijven. Het is een all-inclusive vakantie dus. Een hele goede morgen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Mijn camera is officieel overleden. Dus ja, vieze lens was er altijd al, maar het wordt denk ik alleen maar meer. Ik moet echt het klepje nu naar boven duwen, anders gaat hij niet meer naar boven. Ik ben zojuist aangekomen in de stad. Ik ga nu eerst sporten, doe ik daarna meteen de boodschappen. En ga ik ook even langs de Kruidvat, want we moeten veel laatste dingetjes halen. En dan ga ik weer naar huis, want de kinderen zijn natuurlijk vandaag thuis, want het is hemelvaartsdag. Dus ja, het wordt heel mooi weer. Dus ik hoop dat we straks even wat leuks kunnen gaan doen vanmiddag. Maar de vakantie zit er ook aan te komen, dus financieel zitten we een beetje tegen onze tax aan. Dus ja, even kijken wat mogelijk is. Ik ga nu snel sporten. Ik ben weer thuis van boodschappen doen. Mijn camera lag heel de dag erin. Ik was iets meer kwijt, veel meer kwijt zelfs, dan dat ik dacht dat ik kwijt ging zijn. Maar ja, als je op vakantie gaat, moet je ook het tragitol halen en de medicijnen van, de medicijnen, de vitamines van die er waren in de aanbieding. En ik had nog koopzegels voor, dat zijn 45 euro wat je dan spaart, zeg maar. En dan moet je dus je boodschappen wel dus bij de supermarkt doen. Dus ik denk, doe alles bij de Albert Heijn, maar ja. Dan uiteindelijk kom je toch gewoon veel duurder uit dan als je het natuurlijk bij de FOMAR doet. Maar ja, daar heb ik de koopzegels niet. Dus ik weet niet of ik ook koopzegels kan sparen bij de FOMAR. Ik vergeet trouwens de laatste tijd heel de tijd weekmenu's te delen. Maar ja, deze week zet ik het denk ik even in de comments neer. Want het is maar een halve week. En we gaan zondag al weg, omdat we 's ochtends heel vroeg vliegen. Dus we hebben een hotel geboekt in de buurt en dan gaan we gelukkig uit eten. Dus ik heb eigenlijk alleen, ik heb maar voor 3 dagen, daar ben ik. Ik wil alleen maar voor 3 dagen avond eten. Dus ja, dat is niet zo heel denderend. Dus dat zet ik wel even in de comments, dan kun je het daar zien. En ik zal beloven dat ik na de vakantie het weer een beetje op ga pakken. In ieder geval de weekmenu's en zo. En dan de kosten ook. Want net als de kosten van deze week, ja, die zijn gewoon heel hoog. Maar niet zozeer omdat dat mijn weekboodschappen normaal gesproken zijn natuurlijk. Dus. Dat wou ik nog even gezegd hebben. We hadden gisteren 2 kippensnitzels over. Dus die ga ik nu oppakken. Dan kan ik hem dat op een wrapje eten. En ik op een salade. Dan gooien we niks weg. Ik vind het wel moeilijk in te schatten zo met vakantie. Met voorbereidingen. Wat haal je nog? Wat haal je niet meer? Want je hebt nog wel dingen nodig. Maar ja, je wilt ook niet te veel weggooien. Dus net zoals yoghurt en zo heb ik echt heel goed op de datum. Ik heb een hele vak naar voren gehaald. Want het is natuurlijk FIFO vullen. Heb ik dat, zodat het in ieder geval tot 6 juni goed is. Dan is het in ieder geval nog goed tot we terugkomen van vakantie. Dan kunnen we het daarna nog opmaken mocht het niet opraken. Dus het begint wel een beetje nu stress. Omdat ik dus ook morgenochtend dan nog moet werken. En dan heb ik eigenlijk zaterdag nog. En dan zondagmiddag gaan we al dus richting het hotelletje. En ik wil gewoon deze keer goed voorbereiden. Dus ik laat Tim nu zijn outfit zo uitzoeken. Dus dan kan ik straks gewoon merendeel gaan inpakken. Dus ik ga straks ook de luiertas even opruimen en schoonmaken. Dan hebben we gewoon nog heel veel voorbereiding gedaan. De salades er toch altijd zo gezellig uitzien. Nam 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 nam. Tenminste, dat denk ik dat het nam 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 is. Even eten. Ik ben weer verder met inpakken. Ik heb alleen hulp. Lia! Lia, hulp. Ja, ze heeft bijna niks aan, dus ik kan er niet zomaar filmen. Dus ik heb alvast de kleding van Tim. Tim heeft alvast outfits, badlakens en dat soort dingen heb ik alvast gedaan. Maar wel dat ik... Check, check, check. Check, 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 zegt het steeds. Check, check, check. Check, check, check. Dan gaan we naar Spanje. Gaan we naar Spanje. Dan gaan we met de auto's. Ja. Dan is het klaar bijna. Ja, bijna wel. Maar ik heb een beetje moeite omdat we natuurlijk de dag daarvoor gaan we naar Van der Valk. Een hotelovernachting. Maar ja, als dan alles in de koffer zit, dus dan moet je wel een beetje zorgen dat je in de handbagage ook de spullen kan doen die je dan die avond nodig hebt. Uh-huh. Mijn wijsneus. Hallo, hallo. Niet zomaar dingen afkruisen. Nee, dat vind ik niet leuk, Lia. Ah, sorry. Oké. Okay. Chaos.
ik maak het me vanzelf. Ik maak het me vanzelf. Ik maak het mezelf vandaag even wakker met een soepje. En ik had nog precies 2 witte broodjes over die ik toch al keurig doof had. Dus dan krijg ik kinders gewoon lekker een tosti. Want het is gewoon even wat makkelijker. Ik ga ondertussen ook even. Er stinkt hier iets naar vis. Dus ik denk dat er zo'n zakje kattenvoer dat vis is geweest. Maar dus dat laat ik Tim zo even doen. En ik merk dat ik nu, ik krijg nu 100 nieuwe volgers erbij. Ik zit nu precies op 100 erbij sinds de mukbang online is. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. Maar ik merk ook dat als dat gebeurt, dat me een soort stress geeft. Omdat ik dan denk van, oh, nou moet ik leveren. En dan hoor ik laatst weer een podcast dat ik denk van, ja, ik heb niks bijzonders genoeg of zo. En zoals sommigen weten, vind ik het dagvloggen vond ik ook heel leuk. Alleen met kinderen weet ik niet of dat helemaal lekker vol te houden is. En ik wil gewoon als ik op vakantie ga, dat ik op vakantie ga. En dat ik dus niet mijn laptop hoef mee te nemen om te editen. Maar ik denk wel dat ik het wat vaker ga doen, het dagvloggen. Alleen dan wil ik eigenlijk gaan kijken of ik dan ook echt de vlogs maar rond de 10 minuten kan laten zijn. Zodat als je dan al elke dag zou moeten kijken, dat het niet elke dag 20 minuten is aan beeld wat je hoeft te kijken. Dat het wat kortere, snellere vlogs zijn. En dat je dus geen zin hebt in dagvlogs, dat je dan alsnog om de 3 dagen een wat langere vlog kan kijken. Gewoon allemaal achter elkaar. Maar dat is eventjes wat mijn brein nu aan het doen is. Terwijl ik maak het nu weer veel te moeilijk voor wat het is. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen, ik wil influencer zijn als baan. Nou, dat is dan niet zozeer mijn streven. Maar om met vloggen uiteindelijk je geld te kunnen verdienen, is voor mij wel iets wat ik echt heel leuk vind. Dus dat lijkt me dan wel. Het is natuurlijk het leukste als je iets kan doen wat je leuk vindt en daar je geld mee kan verdienen. Wat is er, popje? Wat? Oh, omdat je zus op het toilet zit. Dus ik, ik wou even mijn ei kwijt. Laat even in de comments weten wat jullie het leukst vinden ook aan content. Zeg je, hou het gewoon lekker bij je vlogs. Even deze pakken, want dit is zo'n zeiksnor vandaag. Wat is er nou? Ja, shh. Papa. Nee, dat krijg je niet. Nee. Ze naar de snoeptrommel te wijzen. Mama is even soepje aan het maken. Je krijgt zo. Ja, tosti. Wil je tosti? Ja, lees je dat? Dus laat even in de comments weten wat jullie leuk vinden om te kijken of zeg. Ja joh, smeersnot daar. Hoor. Hou het lekker bij het vloggen en doe niet zo moeilijk, mens. Ik heb mijn computer weer klaarstaan om te gaan editen. Ik voel de spanning van de vakantie in mijn lijf. Maar dat komt ook omdat het weervoorstelling van de eerste dagen niet zo heel best zijn. Daarna is het best wel goed. Dus manifesteer, volgens mij ook wel zeg maar, manifesteer maar met me mee. Want daardoor vind ik het een beetje lastig om. Ben ik bang dat ik straks te weinig warme kleding bij me heb, zeg maar. En omdat we dus dat net heb ik allemaal al een keer verteld. Een beetje maken. Het is alleen bijna 6 uur 's ochtends, maar ik moet natuurlijk nu om 7 uur beginnen. Alleen ik werk vandaag de 2 dagen opbouwend. Dus dan werk ik nu 3 uurtjes. Dus dan werk ik maar van 7 tot 10. Maar ja, dan ben je dus al wel 4-5 uur onderweg. Dus dat wordt een beetje gek met eten. Weet ik niet zo goed hoe ik dat moet inplannen of zo. De mensen die zulke vroege diensten draaien, die snappen dat wel. En al helemaal als je dan ook nog eens probeert af te vallen. Want opeens heb je veel meer uren in een dag. Vooral omdat je dan, net als sommige collega's, die zie je gewoon dus bij de eerste pauze om 10 uur 's ochtends al warm eten of zo. Omdat ze natuurlijk voor de dienst al ontbeten hebben. Want je wordt wel een beetje gek van het klepje hoor. Het is vroeg. Ik werd echt eventjes helemaal. Ik viel zo lekker in slaap dat ik echt dacht van, oh goals. Want ja, als je er dus al wat vroeger uit moet, dan is het wel lekker als je gewoon goed in slaap komt. Dus ik was echt wel in mijn remslaap, want ik was wel aan het dromen. En opeens wordt hier zo keihard op de deur gebonkt. En daarna nog 3 keer aangebeld. En dan dus loopt zeg maar zo'n pad langs ons huis. En wij liggen aan de achterkant in bed, dus je hoort gewoon jongeren lachend wegrennen.
Maar ik denk echt, leuk dat je gezopen hebt hoor. Maar moet dat zo midden in de nacht? Ik heb ook kleine kinderen op bed liggen. Gelukkig sliepen die door. Maar ja, ik en Tim werden er natuurlijk wakker van. En dan Tim, die hoorde ik al heel snel weer snurken. Maar bij mij duurde het even wat langer. Dus dat maakte een goede nachtrust. Opeens een wat minder goede nachtrust. Ik ben ondertussen weer in Lelystad. Ik had echt een hele leuke dienst met Roos. Echt de beste rijder die er is. Even een shout-out naar de doen. Dus bij deze, meer krijg je niet, Roos. Ik ga nu meteen even sporten. En dan kan ik hier even bij de Ethos kijken. Want ik was net bij de Ethos op Schiphol. Maar daar hadden ze tweede paar lenzen voor voor de helft van de prijs. Maar die hadden dus nog maar één van mijn sterkste. Dus even kijken of ze dat dan hier hebben. En dus even sporten. Ik ga ook nog naar de Action, maar Lia heeft vandaag de wendag bij de BSO. Dus ik moet ook op tijd thuis zijn. Dus ik ga snel die kant op. Waar is Sage? Dat weet ik niet. Maar jij gaat nu naar de, waar ga je naartoe? Naar BSO. Goed hè, voor het allereerst wennen. Ja, nou. Ik moet nog even wenden. Maar daar bij die andere. Ze wou de sjaal om, want het is natuurlijk heel warm. Maar het koud. Is wel warm. Ja, het is warm, maar dan hoef je toch geen sjaal om. Ik ben dus bang dat ik mijn mobiel op het dak had laten liggen. En dat hij dus nu van mijn auto af is gevallen op de dreef. En ik hoorde wel een knal, maar ik kan nu mijn mobiel nergens vinden. Dus pray for me. Oké, mijn mobiel is er dus ook hoogwaarschijnlijk afgevallen op een hele drukke dreef. Dus ik hoop echt, echt, echt heel erg dat ik erbij kan. We gaan maandag op vakantie, hè? Het is vrijdag. Als ik nu mijn mobiel kwijt ben. En we hoorden wat vallen. Ik hoorde zo tok. Maar het klonk alsof het in de auto was. Alsof er wat omviel. Toen zei Lia, oh misschien in de kofferbak. Volgens mij was het buiten. Ik zeg, nee joh, dat was was volgens mij achter, viel er wat om. Maar dat is zo geruik. Mobiel die van het dak af sodemieterde. Maar niemand toetert ook of zo. Of zou je dat niet zien? Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Bijna bij de punt. Ik zit dus nu gewoon... Alleen dan dus in de tegengestelde richting. Ja, dat is gewoon een dreef waar mensen 70 rijden. Tenminste, dan horen te rijden. Dan rijden ze dus al veel harder. Oh, dat is zo weer iets voor mij om een mobiel op het dak te laten liggen. Straks ligt hij midden op de rotonde, dat is nog erger. Als er nou een dreef is waar ook geen hond komt. Oké, nou daar gaan we. Ik zie niks liggen. Ja, anders hoop ik dus dat het toch ergens in de auto ligt. Goed, even tussentijds update over BSO. Het was echt even, wil niet. Maar er was een hele lieve dame ook buiten. Ze waren trouwens allemaal super lief, daar niet van. Maar daar ontdooide ze al een beetje en dan kon ze buiten spelen. Dus dat gaat volgens mij helemaal goed komen. Nu mijn mama's mobiel nog. Oh my god, kan toch niet jongens. Volgens mij zag ik hem. Ik ga nu een rondje rijden. Mensen reden me echt voorbij van... Trut, rij eens door, want ik mag in 70 en ik rij echt 30. Ik heb gisteren dus echt extra iCloud-opslag gekocht, zodat ik dus shit kon opslaan. Maar blijkbaar heeft hij dus nog steeds mijn Find My iPhone niet gedaan. Dus ik kon dat niet gebruiken. Dus dat is meteen een goede les voor nu. Dat ik dus dat kan aanzetten. Nou ja, ik ga echt even in de tand doen voor mensen. Maar ik ga echt even mijn auto er stil zetten. Want ik zag hem liggen in het hoge gras. Oké, dan ga ik nu weer heel langzaam rijden. Waar was het nou? Waar was het nou? Ik zag hem liggen. Ja, hier. Waar was het nou? Nee, kijk, het is dit plastic bordje. Het is hem helemaal niet. Oké. Kut zo. Ik dacht echt dat het hem was. Oh, ik ga dat ding nooit vinden. Ik dacht echt dat het hem was. Oh my god, kutzooi. Ik ga nog even dat andere stukje dreef, maar ik weet bijna zeker dat hij er hier afviel. Niet ergens anders. Nu zag ik hem 100%.
Oké. Voor de klap die hij heeft gemaakt. Laat mij even uit soms gaan. Alle hoekjes zijn in ieder geval gebost, zeg maar, en ook. En hier zit een barst in het scherm. En daar zit een kleine barst in het scherm. Mijn camera is ergens aan toe en die heeft echt van een minder hardere klap gemaakt dan dit ding. Ik ben echt mevrouw mobiel. Ik heb zoveel mobiels. Ik dacht echt, dit gaat... Ik bleef trouwens rustig voor mijn doen. Maar als ik echt wel heel paniek kreeg. Ik heb gewoon 3 keer over die dreef gereden met 30. Mensen waren aan het inhalen. Wat ben je aan het doen? Toen zag ik. Ik ben zo blij dat hij dus niet midden op de dreef lag. Want er waren natuurlijk 30.000 auto's overheen gegaan. Dus dat is wel even het geluk geweest. Tim zit hier naast de werk hoor. Dus als je hoort praten. Ik heb dus allemaal minis meegenomen. Dit is dus voor lenzen. Omdat we gaan maar een week. Dus anders zit je met zo'n vet grote lensfles. Lenzenvloeistoffles. Hetzelfde doe ik dus altijd ook met scheerschuim. Daar koop ik ook zo'n mini van. Zodat dat neemt veel minder ruimte in beslag. En zoveel heb je er niet nodig. Ik heb alvast babyolie ook ingepakt. Daar smeer ik ook mezelf mee in. Dus dat is helemaal top. Thermometer zit erin. Ik heb er een deel van mijn medicatie. Ik gooi altijd los een paar van die wattenstaafjes erin. Zetpillen zitten erin. Ik had voor mezelf al paracetamol en zo hierin zitten. Dus dan zit dit nu helemaal vol. Ja, zie je paracetamol. En daar heb ik dus ook voor mezelf gewoon een haarmasker en een shampoo in van die kleine flesjes. Ik heb dus zo'n rituals kalender gehad van Tim. Dus dat heb ik er gewoon in zitten. Zie je, ik heb ook een scrubje van die rituals kalender. Dat komt nu mooi van pas. Reservelensen neem ik altijd mee. Ik had dus ook van magnesiumolie. Dat doe ik s'avonds altijd op mijn voeten. Dus daar heb ik een klein flesje van. En de shampoo en conditioner. En ook nog een haarmasker van Rituals. Die had ik ook nog. Dus daar kan ik in ieder geval mijn haartje goed zorgen. Maar ik nam ook deze. Ik doe eigenlijk curly curl methode. Maar als ik op vakantie ben, gaat het toch allemaal naar de Filistijnen. Dus dan kan ik daarna gewoon weer nou, ik weet even niet meer hoe dat heet, maar dan reset je zeg maar een beetje je haar om die siliconen eruit te wassen. Maar dit is ook weer een mooi kleintje. Zilver shampoo, altijd handig op vakantie. Chloor, zon, wordt het altijd geel van. Dus die ook erin. Nog 2 van die watershooters mee, precies dezelfde, want anders hebben we ruzie. Dus bij de Action, dat is altijd gewoon handig om te hebben. Bij de Zeeman nam ik nieuwe slippertjes mee voor Lia. En ook bij de Action 2 zonnebrilletjes. Ik heb er 2, maar raak ik ze altijd kwijt. Dus dan hebben we in ieder geval 100% zeker genoeg. Nieuwe tandenborstels. En heel veel van deze. Dat zijn hun favoriet. Dus dat neem ik ook mooi mee. Mini deo's voor in de handbagage. Dat is gewoon altijd handig. Want stinken wil niemand. Ja, dat was het voor nu even. Ik heb dus slippers erin. Ik heb dus hier een rol rijstwafels. Dat neem ik mee. En een pot pindakaas. Dat is puur voor 's ochtends of voor snackies. Dat ik zeker weet dat ik wat bij me heb. Dat ze lekker vinden. Vorig jaar had ik dan ook nog van die knijpfruitzakjes. Maar dat eet Noah nu toch niet meer. Oh, sorry als je net dus weer een hele tijd zo'n zwarte randje had. En Lia eet gewoon normaal fruit. Dus dan ga ik geen zakjes meenemen. Dat is een zonde. We komen echt al wel heel ver. Ik ga gewoon vast voor mezelf ook. Oh, deo voor mij zit ook al in. Ik ga gewoon vast parfum pakken. Ja, dat neem ik mee, hè. Ik denk dat ik zo'n body mist meeneem. Dat is altijd wel lekker voor overdag. 15 ml. Deze doe ik in het handbagage. En dan neem ik mijn Robert Cavalli mee. En zo'n gewoon cashmere body mist. Dat is genoeg. Dat veel te veel meenemen. Dan kan dat van mij ook vast afgestreept worden. Ik vind dat zo lekker om te slijpen. Het voelt voor mij zo van check, check, check. Ik heb dus ooit een zonnebril sterker laten maken. Maar waar dat ding gebleven is, dat weet niemand. Dus dat is een beetje onhandig. Dit is trouwens de beste aankoop ooit. Want dit is zo handig met inpakken. Dan weet je tenminste hoe zwaar je koffer is. Dus die zit al op 18 punt nog wat. Dus die moet ik zoveel mogelijk met rust gaan laten. Maar er zit ook echt heel veel in. Maar deze is bijvoorbeeld nog maar 10.6. Deze koffer zelf is ook lichter, dus dat scheelt. En ik heb natuurlijk nog... Dit mag eruit. De handbagagekoffers
die nog zo goed als leeg zijn. Dus daar kunnen we nog genoeg in kwijt. Ik denk dat ik de snackjes en zo echt in de luiertas ga doen. Dus die ga ik zo ook even leeg. Maar Tim's vader is er nu. Dus ik ga nu eerst even beneden erbij zitten. Oh, ik kan nog wat afvinken. Ik heb ook heel slim nu Jutte's zak meegenomen. Zodat je ook een losse tas hebt om eventueel spulletjes in te doen. Strandtas. Ik wil eigenlijk ook nog wel een losse handtas mee. Maar dat ga ik straks even kijken hoe ver ik daarmee kom. Er moeten natuurlijk al wel best wel veel zware dingen nog in principe mee. Tenminste, zware dingen voor de kinderen. Maar het valt denk ik wel mee. Maar ik denk wel dat ik iets meer kleding van hun dan daaruit moet gaan halen. Want anders dan gaat het allemaal niet passen. Het vervelende zijn eigenlijk die Happy Swimmers. Dat neemt best wel veel ruimte in beslag. Dat weegt niks. Je moet eerst de iPhone ontgrendelen. Het weegt niks, maar het is wel veel ruimte, zeg maar. En die wil ik eigenlijk in de handbagage hebben. Omdat als je dan strandt of je koffers zijn kwijt, dan kunnen de kinderen wel zwemmen. Lia had het enorm naar de zin. Die wou zelfs niet mee naar huis, maar ze is toch mee naar huis gekomen. Ik heb olie en dan doe ik dan de knoflook in aanfruiten voor knoflookolie. We gaan daarna de ham erin en de groentes en daarna de rijst. En dat zou de Chinese rijst moeten zijn. Ja, ik weet het niet of dat te eten was. Maar dan, we gaan het meemaken. Het is toch best goed gelukt, al zeg ik het zelf. Misschien is het niet tevreden, maar dat zien we dan weer. De meid heeft dus nog even een video's opgenomen. Dan kan ik dat morgen editen. Dan kan ik morgen deze vlog editen. En dan ben ik helemaal klaar voor de vakantie. Dan kan ik het gewoon even loslaten. Voor het begin maken die luiertas. Dus even alle troep eruit. Maar je zonnebril. Waar was die? Ja, nou hier in de luiertas dus blijkbaar. Maar mag ik een lolly? Nee. Ik heb honger. Nou, dan kan je nog een broodje krijgen. We gaan ook net een broodje. Ja, maar het is 's ochtends. We gaan nu niet snoepen. Dit is dus of je kan een broodje krijgen, of een rijstwafel, of yoghurt, zoiets. Voor de rest eventjes helemaal niks. Ik denk even laatste gym sets voor de vakantie knallen. Misschien morgen nog even, maar ik merk dat ik het de laatste week dus allemaal niet volgehouden heb. En dat ik het dus nu niet mijn doel heb gehaald voor de vakantie. En daar baal ik dan weer van. Het is een all-inclusive vakantie, dus ik moet ook waarschijnlijk daarna toch weer opnieuw beginnen. Het is helemaal begonnen hoor, ik heb niet zoveel gefilmd vandaag. En even lekker in het zonnetje. Ik heb wel echt bijna alles al ingepakt, dus dat is wel echt lekker voor mij. Nu alleen gewoon even een beetje overprikkeld. Daar mijn zus. Is dat Brenda? Ja. Mijn kinderen zijn weer helemaal naakt. Wat? Het is leven. Was het papa maar. Brenda, ik ga je naar het zwembad. Ja. Ik ook. Ik had heel gezond eten op de planning staan, maar deze wou per se bestellen. Dit keer heb ik letterlijk niks gezegd. Dus lekker burgertjes, kipnuggets, het is alleen al heel laat, maar goed, maakt niet uit. Lekker eten. Zoals jullie wellicht kunnen zien ben ik al aan het editen, dus ik ga het hierbij laten, want dan kan ik mijn edit afmaken, dan kan die online en morgen start ik gewoon met de vakantievlog, want morgen gaan we natuurlijk weg, tenminste we gaan morgen naar Van der Valk en dan maandag vliegen we heel vroeg, dus ik doe eigenlijk nooit meer een afsluiting, maar nu krijgen jullie er weer een. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, doe even dat duimpje omhoog als jullie dit een leuke video vonden en dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende. Doei!